De samenwerking bij dit project was heel erg belangrijk, omdat de opdrachtgever heeft gekozen voor een nieuwe opzet. Dat was voor ons ook een uitdaging, dus ook eigenlijk enigszins innovatief. Dat betekent dus eigenlijk dat het overleg echt op de werkvloer gebeurde. Dus met de mensen die echt daadwerkelijk het stukje werk waar ze verantwoordelijk voor zijn ook uit deden voeren. Dat betekende voor ons ook een nieuwe vorm van samenwerken. En dat betekent dus ook samenwerken met de architect, met de projectleider, met de diverse bedrijven die daarbij betrokken zijn. Brabant Groenvoorzieningen is een dienstverlenend bedrijf wat eigenlijk in de ruimste zin des woords de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen realiseert. We doen aanleg, we doen onderhoud van tuinen, groenvoorzieningen, semi-overheid, overheid. En we hebben daarnaast ook nog een aantal specialismen. En denk dan bijvoorbeeld aan boomverzorging. We hebben hier het totaalconcept mogen doen. Dus we hebben hier de groenvoorziening mogen doen, de beplanting waar het eigenlijk om gaat. We hebben de bestrating aangelegd. We hebben wat bouwkundige elementen mogen doen in de vorm van een pergola hier achter me. We hebben korte staal mogen gebruiken, dus ook de duurzaamheid speelt hier een belangrijke rol. Eigenlijk zit alles hierin wat een groenvoorziening moet bevatten. Mensen gaan toch met goed weer naar buiten, kunnen op verschillende plaatsen in de tuin toch een soort van recreëren. Dus ze beleven echt de tuin, ook de mensen rond hun heen die ze begeleiden of die op bezoek komen. Het is van levensbelang dat een inrichting van zo'n terrein, dat daar heel veel tijd en kwaliteit aan besteed wordt.